Vandaag ga ik de uitdaging aan om deze designer blouse van over de $700 na te maken op de trash queen manier. Een tijdje geleden stuitte ik op een heel vet shirt van het merk Bode. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar ze verkopen echt prachtige pareltjes. En gelukkig dachten al mijn crochet vrienden van het internet daar ook zo over. Want dit shirt is massaal nagemaakt en zo dus ook viraal geworden. Dat deze shirts aan de prijzige kant zijn, daar sta ik 100% achter. En dat komt omdat alle kleding die je in de winkel vindt die gehaakt is, is met de hand gemaakt. Er zijn geen machines die kunnen haken. Dus als jij bij de Primark een superleuk gehaakt toppie tegenkomt voor 3 euro, dan kan je er eigenlijk vergif op innemen dat dit niet geheel vrijwillig en onder goede arbeidsomstandigheden is gemaakt. Bij deze wil ik dan ook absoluut adviseren om nooit gehaakte kleding te kopen bij grote ketens als Primark. Maak het lekker zelf. Joh, hey, dat is en leuker en sustainabler en is veel leuker om te dragen. Dus ik zou zeggen, crochet deze fantastische top lekker met mij mee. Het leuke aan deze shirts is dat ze unisex zijn en dat je ze dus in allerlei soorten kleuren en patronen hebt. En daarom dan ook dat ik zelf lekker los ga qua kleuren en patronen. En ik heb ervoor gekozen, jawel, om dit shirt niet voor mezelf te maken, maar voor mijn lieve boyfriend. Heeft hij er ook eens wat aan dat ik al deze video's maak? Wat we hier vandaag allemaal voor nodig hebben is uiteraard weer wol in een leuk kleurtje. En ik heb ervoor gekozen om katoenen wol te gebruiken. Verder hebben we natuurlijk weer een haaknaald nodig. En ik gebruik deze in maat 3,5. Om dit shirt te kunnen maken moeten we 2 hexagons maken. En dat zijn ook wel 6-hoekige haakwerkjes. En die beginnen onder de oksel van het shirt. En die breid je zo verder uit totdat je uiteindelijk dus een soort L-vorm krijgt. En dat is dus het eerste stuk van je shirt. Je hebt dus uiteindelijk 2 van die omgekeerde L-vormen nodig om je armen erin te kunnen steken. En dan uiteindelijk maken we er nog een kraagje aan. Dus ik ga je allereerst leren hoe je nou een hexagon, oftewel een 6-hoek haakt. Het patroon dat ik daarvoor gebruik is deze. Mocht je er al wat ervaring hebben met haken, dan zou ik zeker adviseren om hier even een screenshot van te maken. Ik zal er even leuk bij kijken. Klik! Mocht je nog niet zoveel ervaring hebben met haken, don't worry, we lopen er samen even doorheen. We beginnen onze 6-hoek met een magic circle. En als je mijn video's vaker hebt gekeken, dan weet je inmiddels wel hoe je dat moet doen. Dus we halen de draad naar boven en maken even 1 losse. En daar is al onze magic circle. In deze magic circle gaan we dus 6 keer 3 stokjes haken. We beginnen bij het eerste kolommetje van 3 stokjes. En daarvoor maken we eerst 3 losse omhoog. Ik had er natuurlijk al eentje gedaan toen ik de magic circle ging draaien, dus nog 2. En dat is eigenlijk ons eerste stokje. Dan gaan we daarnaast een echt stokje maken. En dat doen we door de draad om de naald heen te halen. De naald door je magic circle, draad omhoog. Dan haal je de draad door de eerste 2 en dan door de tweede 2 lusjes. En dan hebben we dus al 2 stokjes. Dat doen we nog 1 keer. En dan heb je 3 stokjes gehaakt. Dan gaan we een klein stukje overslaan, zoals je dat bij een granny square ook altijd doet. Dus we haken even 2 losse om een overstap te kunnen maken. En dan gaan we weer 3 stokjes haken. Want zoals ik al zei, we gaan dus een 6-hoek haken. En daarvoor doen we het hetzelfde als bij een granny square. Normaal haak je er dan 4. Maar wij haken er 6, zodat het uiteindelijk een 6-hoek wordt. Dus dit zijn alweer 2 stokjes. Nog eentje erbij. En dan hebben we er weer 3. En dan zie je dat je hier dus wat ruimte tussen krijgt. En dat je dus eigenlijk een soort van hoekje gehaakt hebt. Dus nu gaan we weer 2 losse haken. En dan gaan we daarnaast weer 3 stokjes haken. En dit blijven we herhalen totdat we er 6 gehaakt hebben. Als je je laatste 3 stokjes hebt gehaakt, dan ziet het er ongeveer zo uit. En dan kan je dus aan je magic circle trekken. En dan wordt het ook een echte cirkel. Bijna een soort van schattig bloemetje hebben we gehaakt. Om nou de oversteek te kunnen maken naar deze, doen we nog even 2 lossen. 1, 2. En dan kunnen we hem slipstitchen in je eerste. En dat doe je door je haaknaald in je eerste lusje te steken. Dan haal je de draad daarop en die haal je meteen door je laatste lusje heen. En dan heb je hem daaraan vast geslipstitched. Dan gaan we verder haken vanuit dit punt, waar de opening zit. Maar hoe we daar nou het beste kunnen komen, want wij zitten natuurlijk nog hier met onze haaknaald, is door even een paar keer een slipstitch te maken in de volgende steken. Dus we gaan vanaf bovenaf, gaan we hier onderdoor, maken we daar ook een slipstitch. En dan gaan we naar de laatste.
door het gat. En daar maken we ook nog even een slip stitch. En dan zit onze haaknaald precies boven waar we moeten zijn. En op dit punt gaan we weer doorhaken met wat we net ook gedaan hebben. Dus hoe we net ook begonnen zijn is met 3 lossen. Dus die doe ik hier ook. 2, 3. Na die 3 lossen maken we natuurlijk een stokje. En die doe ik hiernaast. Door dat gat dus waar we precies boven zijn gekomen. Dat is ons eerste stokje. En dan maken we nog een stokje daarnaast. En dan is ons clustertje van 3 stokjes alweer klaar. En dan ziet het er dus zo uit. Dan maken we weer 2 lossen. 1, 2. En gaan we weer 3 stokjes haken in hetzelfde gat. En dan hebben we dus een heel mooi hoekje gehaakt. Dan gaan we door naar ons volgende hoekje. En die zit hier. En om de oversteek te kunnen maken naar dat hoekje doen we even 1 losse. Eentje. En dan gaan we in dit gat ook weer stokjes haken. En dat worden er ook natuurlijk weer eerst 3. En dan doen we natuurlijk precies hetzelfde als hier. Dus we doen weer even 2 losse. En dan gaan we in datzelfde gat nog weer 3 stokjes haken. Nu hebben we al 2 hoekjes gehaakt. En dit gaan we dus in totaal 6 keer doen. Om je 6 hoek te sluiten eindigen we weer met een slip stitch. Maar eerst voordat we die oversteek maken haken we natuurlijk nog 1 losse. En dan steken we hem weer in die eerste steek. Draad omhoog en draad door je laatste lusje. En dan gaan we voor de derde ronde verder haken vanuit weer het volgende gat. En daarvoor gaan we weer eerst de oversteek maken met slip stitches door deze steken. En dan heb ik mijn haaknaald weer precies waar ik hem hebben wil. En is het tijd voor de derde ronde. In het hoekje wat we net gehaakt hebben, gaan we nu weer precies hetzelfde hoekje haken. Dan gaan we de oversteek maken naar het volgende gat. En om dat te doen haak je natuurlijk altijd uiteraard eerst 1 losse. En dan gaan we in dit gat 3 stokjes haken. Net waren we natuurlijk gewend om overal hoekjes te haken, maar op dit moment hebben we al 6 hoeken. Dus wat we nu gaan doen is gewoon rechte lijnen doorhaken. En in dit geval beginnen we met 1 rechte lijn door 3 stokjes hierin te haken en dan naar de volgende hoek te gaan. En dat blijven we dus eigenlijk vanaf nu elke keer doen. Dus je houdt 6 hoeken en die haak je elke keer op dezelfde punten en daartussen, waar er extra ruimte komt, haak je elke keer losse setjes van 3 stokjes. En op die manier kan je je hexagon helemaal uitbreiden totdat het 1 grote blob is. Zoals je ziet is dit een heerlijk klusje om lekker even te doen. Dus ik ga even een lekker plekje opzoeken op de bank. En ik kom bij jullie terug als ik ongeveer 10 rijen van dit heb. We zijn 10 rijen verder. En dit is de snotzakdoek die we nu gehaakt hebben. Als je hem zo vouwt, zie je? We hebben eigenlijk al een heel schattig babybloesje gehaakt. Nu we 10 rijen gehaakt hebben, kunnen we de transitie maken naar een andere kleur. En daarvoor ga ik over naar een contrastkleur, lekker donkerbruin. Ik was bij dit hoekje geëindigd in de kleur waarmee ik aan het haken was. En nu pak ik natuurlijk even mijn nieuwe kleur erbij. En dan haak ik eigenlijk meteen mijn draad naar boven. En dan maak ik weer 3 lossen. 1. Eerst altijd even met allebei de draadjes. 2, 3. Dit wordt weer ons eerste stokje. En dan gaan we in dat gat weer 2 stokjes daarnaast haken. En omdat we onze eerste rij altijd beginnen op een hoekje, wordt dit natuurlijk ook weer een hoekje. Hoekje is gedaan. Nu gaan we natuurlijk deze hele rij recht haken totdat we weer bij dit hoekje zijn. En ik ga met deze contrastkleur 2 rijen helemaal rondom maken. Uiteindelijk heb ik toch 3 rijen met de donkerbruin gemaakt. En dit is tot nu toe mijn shirt. Onze kringen worden natuurlijk steeds groter, dus zijn we ook steeds langer bezig met het haken. En om je even een beeld te geven hoe lang ik over deze 3 rijen heb gedaan. Toch zeker wel dik een uur. Ik ga nu weer overstappen naar de volgende kleur en ik denk dat ik daar ook weer ongeveer 9 à 10 rijen mee ga doen. En daarna ga ik weer over naar de donkerbruin. Hallo, we zijn inmiddels, het is nu 10 uur. We zijn nu 7 uur verder sinds ik jullie voor het laatst gezien heb. En ik heb 7 rijen gehaakt. Dus er zitten goed wat haakuurtjes op vandaag. Maar ik mag dan ook zeggen, dit begint al wel een behoorlijke blouse te worden. Ik ga in ieder geval weer even lekker verder. Ik denk niet dat ik jullie vanavond nog ga zien. Wellicht tot morgen of tot overmorgen. Wanneer ik geen krampen meer heb in de vingertjes. Joejoe. Goedemorgen. Ik was weer lekker verder aan het haken aan de blouse. En ik was bezig met de bruine rijen. En toen in één keer bedacht ik me, is die mouw niet al lang genoeg. Ik ben namelijk niet iets van een patroon af aan het haken. Dus ik moet een beetje zelf bedenken hoe die blouse in elkaar zal zitten. Dus belangrijk is tussendoor natuurlijk even
passen. Daar is mijn model. Het modelletje. Kom hier, modelletje. Wat vind je ervan? Ja, vet. Ik wil even kijken of de mouw lang genoeg is. Oh ja, die mouw is echt wel zeker lang genoeg. Lekker half lang. Dikke mossels. En zal ik hem zo kropt laten? Nee, ja, dit is vet. Het gaat de goede kant op. We zijn er dus nu achter dat de mouw lang genoeg is. En dat betekent dat ik nu niet meer helemaal elke keer rond hoef te haken. Maar dat ik dit deel dus kan overslaan. Om niet te vergeten waar ik niet meer hoef te haken, pak ik even van die markeringsklipjes. Dus ik ga nu nog één keer met het donkerbruin rond. Totdat ik zeg maar aan het einde ben van dit clipje. Ik ben de rij weer rond, dus ik heb nu genoeg ruimte boven om de schoudernaad te sluiten. Ik ga dat niet met mijn haaknaald doen, maar ik ga dat even gewoon met een grote borduurnaald doen. En daar was de mouw. Oh, hallo Willem. Willem komt ook op de film. Is Willem op de film? Willem is op de film. En Ronnie, ik heb een mouw. Een mouw. Eens kijken. Ja, is perfect, hè? Ja, nice. Ja, cool. Wat ik al gelijk zie, is dat ik hier nog veel meer rijen mag gaan maken. Dankjewel weer voor het doorpassen. We gaan verder. Eigenlijk ga ik dus nu gewoon weer verder met waar ik al de hele tijd mee bezig was. Namelijk rondjes haken. En daardoor krijg je straks dat het hier meer in de breedte komt. En de blouse wordt natuurlijk langer. Dus ja, ik ga er denk ik even lekker voor zitten. Ik zet even een goede serie aan. En ik denk dat ik wel even een paar uur zoet ben. Nou, Ronnie. Ik heb de hele dag rondjes gehaakt. Hé, dit begint ergens op te lijken. Ja, dit begint echt wel ergens op te lijken. Heel cool. Hij mag nog wel een stukje iets langer. Hè? En ook nog een stukje breder. Want dan kan ik daar straks het boordje maken. Het gaat in ieder geval de goede kant op. Ja. Drie films, één luisterboek en een heel seizoen dertigers verder. En... rapapa! Kijk! Ja, het was toch stiekem wel wat meer werk dan ik had verwacht. Maar uiteindelijk is het me gelukt om toch twee zijkanten te maken. Dus dan krijg je dit. Rapapa. Nou ja, kijk, dat begint toch al wel echt op een blouse te lijken. Ja, voor mij is het natuurlijk veel te groot. Maar voor Ron is dit, als het goed is, perfect. Ja, en het enige wat we nu eigenlijk nog hoeven te doen, is de blouse natuurlijk aan de achterkant aan elkaar vastmaken. En dat ga ik op dezelfde manier doen, zoals ik de armen ook aan elkaar gemaakt heb. En natuurlijk nog even een kraagje erop. En daarvoor haak ik gewoon heel simpel een rechthoekje. En die maak ik ook aan de kraag vast. Nog wat knoopjes eraan. En de blouse is af. En dan kunnen we natuurlijk even kijken hoe sexy die staat bij mijn boyfriend. Shirtje, shirtje, shirtje. Oh, schokkie van ons. Kom je Hij wil ook een shirt. Kom je ook kijken naar het shirtje? Je moet ook voor hem een shirtje maken. Wil je ook een shirtje? Tweelingshirt. Dat jullie als duo. Oké, Ronnie. Ben je er klaar voor? Ja. Rapapa. Ja, vet. Kijk, met buttons. Oh. Helemaal zelf eraan gemaakt. En de afstyling. Kijk, gaan we hem dicht doen of gaan we hem open laten? Wat is vetter? Open? Nee, ik denk het toch dicht. Dan moet hij ongeveer gelijk zijn, zo. Ja. Hoeveel is de randje? Tweede. Dit is drie. Oh, dit is te ver dan. Nee, dit is goed. Waar heb ik hem dan gedaan? Ongeveer goed. Ja. Ongeveer goed. Ongeveer we doen het ervoor. Zapapa! Ik vind hem tof. Ik vind hem ook wel echt vet hoor. Dat is leuk toch? Oh, maar kijk, hier zie je. Oh ja, zie je, er is toch... moeilijk. Knoopjes is moeilijk. Dit vind ik moeilijk. Knoopjes moet je op oefenen. I like it. En je kunt ook nog... I like it. Even kijken of dat vet is. Moutje een beetje opstropen. Oh ja, dat is ook wel vet, maar wacht. Ja, dat is wel vet. Oh ja, wacht. Doe even motion. Wacht, ik ga aan de kant. Ja, wel met je hoofd erop. Nee, het gaat om het shirt, niet om mij. Vonden jullie dit nou een superleuke video? Like het dan natuurlijk even. Vond je Ron super sexy in zijn nieuwe blouse? Like het dan natuurlijk ook even. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En volgende week ben ik er weer.